En wat vind jij hier het meest smerig aan? Alles. Oh, alles. Oké, dus ik kan gewoon, ja, ik doe happen. Oh. Welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Niet Tevreten. De serie waarin ik het vieze eten van jouw ouders kom fixen. Vandaag zijn we bij... Waar zijn we eigenlijk? Vleuten. Vleuten. Is het een dorp? Vandaag zijn we aangekomen in het dorpje Vleuten. Want Imke heeft zich opgegeven. Ze heeft namelijk deze foto met een pak Lassie Rijs gestuurd. En ik ben hier vandaag dus om te checken of het eten nou echt niet tevreden is. Alright, we zijn dus aangekomen bij het huis. En het is dit keer ietsjes anders. Want meestal heb ik een moeder die niet kan koken. Dit keer gaat het om de vader. Dus ik ben benieuwd, boys. Hallo, ik ben Imke, ik ben 12 jaar en ik woon in Vleuten. Ik heb mezelf opgegeven voor een meeting voor Hanwee. En omdat mijn ouders gewoon niet kunnen koken. Jij weet denk ik al waarom ik hier vandaag ben. Ik ga het koken. Precies, want het eten van jouw vader is smerig. Niet eens eten. Om welk gerecht gaat het? Witlofschotel. Ik heb nog nooit witlofschotel gehad, dus zelf weet ik niet wat ik kan verwachten, maar ik ben wel benieuwd. Mag ik binnenkomen? Ja. Let's go. Alright, daar zitten we dan in de woonkamer met deze keer de vader erbij, Oscar. Ik ben Oscar, ik ben de vader van Imke en Meerte. En nou ja, ik woon hier. Nou, vertel eens iets over jouw witlofschotel. Ik was me eigenlijk van geen kwaad bewust. Is dat waar? Heb jij hem nooit verteld dat je het vies vond? Ik heb het heel vaak gezegd. Oh, oh. Nou, een slechte kok en een leugenaar, nee, geloof je. Maar volgens mij vind jij vooral die mosterd niet lekker die erin zit. Mosterd? Dat het geen favoriet was van Imke, dat had ik wel kunnen bedenken, maar heb ik nooit zo bij stilgestaan eigenlijk. Jij vindt het niet lekker, maar toch kook jij het. Je moet zelf ook lekker vinden, toch? Oh, maar vind jij het wel lekker? Ik vind het lekker. Ik kook het alleen voor jezelf. Oh. Ik weet sowieso niet of het aan mij ligt of aan hoe hij het maakt. Maar het is in ieder geval echt heel vies. Hoe is dit gerecht dan toch ontstaan als iedereen het smerig vindt? Nou, iedereen behalve. Volgens mij is het gewoon een heel standaard recept. Witlof overschotel met plakjes kaas en ham eromheen gerold. En dat is het. Kan ik het proeven? Ja, tuurlijk kan je het proeven. Alright, let's go dan. Toen ik die witlofschotel zag, ik zat meer te twijfelen van, is dit witlofschotel? Want ik had dus gewoon een schotel vol met witlof verwacht. Maar ik zag gele dingen, kaas dingen en allerlei dingen. Oeh. Ruikt lekker. Ja, de witlofschotel die is gewoon ontstaan vanuit moederskeuken. Gewoon de witlofjes oprollen in ham en kaas en in de oven. Dat is toch wel het traditionele recept. Kijk eens jongens. Ik zou het niet eens willen, maar... En wat vind jij hier het meest smerig aan? Alles. Oh, alles. Oké, dus ik kan gewoon... Ja, ik moet gewoon toehappen. Oké, dank u. Hoe werkt dit? Wil je ook? Nee. Duidelijk. Neem gewoon één grote hap. Oh, valt mee toch? Laat ik het zo zeggen. Ja, het was anders dan ik had verwacht. Hij is beter dan de rode bietjes, maar onder de chili con carne. En de chili con carne was een 5,5. Oh. Ik geef dit een 5, jongens. Nee, ja. Oké. Ik zou het zelf ook niet per se eten, maar daarvoor ben ik hier vandaag om dit te fixen. Let's go! Oh kijk, hij wil een tweede hap. Ik vind het gewoon lekker. Ik heb gewoon honger, jongens. Ja, je hebt best wel veel ervan op zitten. Helemaal niet. Staat dat op film? Oh shit. Ik heb gewoon honger, mensen. Ik heb dat niet gegeten vandaag. Is het eten van jouw ouders nou ook niet tevreden? En wil je dat ik bij jou kom koken? Meld je dan meteen aan via de link in de beschrijving. Alright, jullie zijn vast allemaal benieuwd wat wij gaan koken. Verrassing, dit keer gaan we iets vegetarisch koken. Kikkererwtencurry. Ik heb nog nooit kikkererwtencurry gemaakt, maar het leek me wel lekker eigenlijk. Kikkererwtencurry! Klinkt heel smakelijk. Ik heb zelf nog nooit curry gemaakt. En ik ga dit koken. Met behulp van papa en de dochter natuurlijk, Imke.
Nou, ik vind het wel leuk als we het een keertje met vrienden doen om uitgebreid te staan te koken, maar voor de rest is het vooral een moedje. Ik weet niet, hebben jullie vorige afleveringen gezien? Ja. Oké, dan weten jullie hoe het er naartoe gaat. De stappen. Kook de basmati rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Ga, dat kan ik wel doen. Rijst is mijn job. Verwarm de olie en fruit de ui, knoflook, gember en rode peper zachtjes. Strooi de currypoeder erover en bak al omscheppend even mee. En dat lijkt me een taak voor papa. Laat de kikkererwten uitlekken en schep met de plakjes bospeen door de curry. Kikkererwten, hoe werkt dat? Oké, wacht, laten we... Zoals jullie weten, ik ben een beetje allround, dus het moet vast gewoon goed komen. Laat de kikkererwten uitlekken en schep met de... Dat mag jij doen. Let's go! Oké. Hey, zullen we een teamnaam denken? Team Handwee. Ik ben goed in stampotjes koken. Ja, pasta's is ook altijd vrij eenvoudig. Kan je snijden? Denk het. Oké, dan mag jij 3 wortels snijden en 3 dunne plakjes. Wist je niet dat een bosbeen een wortel is? Nee, ik ga geen restaurant openen, mensen. Dat zit er niet in. Weet je hoe je gemmen moet schillen? Precies. Ik ook niet. Of hij nou echt zo'n goede kok was, zou zijn, dat weet ik niet. Oké, nou... Oké, dankjewel. Ik kreeg ook een paar taken van Hanwee. Bijvoorbeeld het snijden van de wortels. Oké, nou Imke, wat vind je er überhaupt van dat ik hier ben? Heel leuk en gezellig. Yes! Papa, wat vind jij van dat ik hier ben? Ik vind het heel leuk, maar ik had eerlijk gezegd nog nooit van je gehoord. Hanwee, geen idee. Nooit van gehoord. Hartpijn! Sorry. Oh, eerlijk, ik ben er nog wel eens goed in. Oké, dat zijn die Aziatische skills, mensen. Normaal doe ik dit inderdaad met de samurai zwaard. Maar helaas hebben we die hier niet. Of heeft u toevallig een samurai zwaard? Nee, die heb ik niet. Nou, jammer. Alright, volgens mij het water kookt, dus we moeten de rijst erin doen. Normaal is dat altijd mijn taak. Zou jij dat willen doen? Gewoon erin gooien. Ja? Hoe vond je dit magische moment om de rijst in de pan te doen? Het staat heel goed. Het ruikt heel lekker. Ja? Echt waar? Ja, eigenlijk wel ja. Wist ik. Maar niet zo lekker als mijn witlof, toch? Ja, ik weet niet of het kwam doordat het een vader was in plaats van een moeder, maar het ging echt super snel deze keer. Zeg maar, ik hoefde niet eens te zeggen van doe dit, doe dat. Het was gewoon zoep, klaar. Oh, kijk. Hier komt het krukje van pas, jongens. Het krukje, let's go. Oké, dus terwijl papa roert, mag jij spinazie erin gooien. Nou jongens, jullie zien hoe simpel het is. Zelfs ik kan dit. Ik bedoel, zelfs ik Oscar kan dit. Met de afleveringen, ik krijg meer ervaring, word steeds beter in opdrachten geven. Alright, hier kom ik dan. Heet, kijk uit. Zo, dat is wel heet, ja. Bam, dat is 1. En die andere vallen er niet. Spetters! Ik kreeg nou niet de indruk dat hij nou de topkok was, maar goed, het was wel gezellig. Het was karate. Dat was niet echt, jongens. Ik weet precies wat ik aan het doen ben. Het beste zou zijn als ik wel een vrouw vind die ook echt super goed kan koken. Maar anders zou ik het toch denk ik zelf moeten leren. Maar zoals jullie zien, het gaat tot nu toe echt heel goed. Ja, waarom knipt dit niet? Waarom knipt dit niet? Zal ik het even doen? Yes. Je hebt... Papa komt te hulp schieten. Aha, ja, let's go. Hij heeft gewoon magische handen, het lukte hem wel. Of de schaar, die luistert alleen naar hem. Oké, jongens, we gaan de rijst weer mooi maken. Want presentatie is alles. Dit is ja, de rijstplatmaaktechniek met een vork. Ik noem dit vorken. Het eten is klaar, we gaan het nu mooi opscheppen. Hey, maar waarom nou 3 porties? De zus komt nog en de moeder. Waarom heeft niemand mij dit verteld? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Oh! Oké, we doen net alsof het zo lekker was dat wij alles hebben opgegeten. Oeh, hier komt de room, de final touch. Oeh. Als laatste mocht ik de kokosroom doen. En het zag er echt, als je het erin deed, zo lekker uit. Ik kan nu al 3 gerechten maken. We kunnen aan tafel. Let's go! Nou, hier is ons gerecht.
kikkererwtencurry. En daar op veilige afstand staat de witlofschotel. Zeg maar, welk zou je liever nu willen? Dit. Oké, ik ben ook benieuwd. Ik zou zeggen... Geslaagd. Laten we proeven. Vinden we hem lekker? Hij is lekker. Het zag er lekker uit, maar het was gewoon nog lekkerder dan ik had gedacht. Taak geslaagd, let's go! Maar de rijst is het allerlekkerst. Dat is mijn job, hè. Wie heeft die gekookt? Oh shit, ik heb die niet eens erin gegooid. Wie heeft die eruit gehaald? Ik. Maar dan de grote vraag. Gaat de witlof eruit en komt dit erin? Mag het ook allebei? Hij vond het jammer dat de witlofschotel eruit ging. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om Imke. En die van mij gerecht wel lekkerder, dus ja. Nou ja, het was lekker inderdaad. En misschien dat ik nog een kippetje ertussen had gewild. Dan had het misschien nog lekkerder geweest. Maar goed, het was lekker. Of het mijn witlofschotel overstijgt, dat laat ik even in het midden. Ja, die witlofschotel die mag natuurlijk weg. Ja, Imke vindt van wel. Ja, misschien moeten we het dan toch vaker gaan eten. Maar ja, dit is natuurlijk een vegetarisch gerecht. Je kan, als je wil, natuurlijk ook heel makkelijk wel vlees erbij doen. Bijvoorbeeld kip, dan heb je kipcurry. Dus ja, dat is geheel aan jezelf. Het recept staat trouwens ook in de beschrijving weer. Dus als je dit zelf wil koken, is het eten bij jou thuis nou ook niet te vreten? En zou je willen dat ik langskwam? Dat kan. Stuur een selfie naar mij, 4DM, met een pak lassie rijst via mijn Instagram. Of klik op het linkje in de beschrijving en geef jezelf op. Wie weet sta ik er binnenkort bij jou in de keuken. Het was echt heel erg leuk. Ik zou wel vaker willen, maar dat kan helaas niet. Ik zou je ook opgeven voor niet te vreten, want het is echt super gezellig. Je hebt een meeting en hij kookt veel beter dan je ouders, dat wed ik je. Nou jongens, volgens mij heb ik Imke blij gemaakt. Daar ben ik weer blij mee. De witlofschotel zit uit de deur, of hoe die dat ook mag zeggen. Nee, hier kan ik natuurlijk niks meer mee, hè? Hier mag jij opeten. Alsjeblieft. Hoi. Heeft hij mij nou serieus? Yes, nu gaat mijn auto naar witlof stinken. Yes!